bijvoorbeeld met de mail. Ik ga gewoon al die zaken afhuren. Hè? Veel makkelijker. Dus ik ging rondbellen en binnen een week had ik een tournee van 35 zalen geregeld. Maar zo'n zaalhuur is super duur. En om zo'n zaal vol te krijgen, moest je dus Facebook advertenties zetten. Dat is eigenlijk nog duurder. En toen begon ik te rekenen. En toen kwam ik tot een som uit dat er niemand zou komen naar mijn voorstelling. Ja, dat ik dan failliet zou gaan. Ik zou een schuld hebben van 45.000 euro. En in paniek belde ik naar Tim, hè, mijn vriend. En Tim die zei, ach gos, mijn artistieke vriendjes gaan ondernemen. Dat is iets anders, hè? Dan subsidies slurpen. En hij zei, Maarten, ik heb één woord voor jou. YouTube. En ik zei, YouTube? Tim zei, ja Maarten, YouTube. Kijk, als ik naar een cabaretier ga kijken, zei hij, die ik niet ken, dan ga ik dan eerst even naar YouTube. En dan wil ik helemaal niet zien of die cabaretier goed is of slecht. Eerst, ik wil gewoon zien hoeveel views die heeft. Dus hoeveel mensen het filmpje hebben bekeken. En als ik bij zo'n cabaretier zie dat er maar 100 views zijn, dan denk ik, ja, dat is niet veel soep, daar ga ik niet naar kijken. Dus ik bij hetzelfde cabaretier 100.000 views staan, dan denk ik, wow, die is populair, die moet ik ook zien. En dat vond ik een hele aannemelijke theorie. Maar ik had op mijn filmpje maar 362 views. Dat heb ik ook zo zelf allemaal aangeklikt. Ja, en ik dacht om dat nou 100.000 keer te doen, is ook een beetje overdreven. En toen zei Tim, Maarten, niet voor het een of ander, maar je kan de views ook gewoon kopen. Followers net. Ik zei, followers net? Ik zei, ja Maarten, followers net. Zie je naar followers net, dat is super simpel. Moet je gewoon een linkje naar je video in een balkje zetten. Met een creditcard moet je dan 500 euro betalen. Nou ja, en dan op cent drukken. En dan gaan we zo in Bangladesh in de klikvorm. Allemaal mensen klikken zo mee. Ja, dan heb ik bijvoorbeeld nog 100.000 views. Heb ik gedaan. Ja, dus voor de mensen die mij niet kenden, dachten we gaan Maarten zijn YouTube bekijken. En dan heb ik gedacht, hoe kan het dat een cabaretier die ik niet ken zoveel views heeft? Nou, zo dus. En ik heb 2600 likes bij. Ook allemaal gekocht. Ook 52 dislikes. Heb ik ook gekocht. Om het geloofwaardig te doen lijken. Nou, hoe ouder ik werd als puber, hoe irritant.